zeer opvallend bericht, omdat het niet makkelijk voorkomt dat wij geconfronteerd worden met dit soort zaken, waarbij Amerikanen, althans mensen die hun medewerking hebben verleend aan Amerikanen, in dit geval dan in Afghanistan, tegen de Taliban, dat die medewerkers naar Suriname worden gestuurd, omdat ze niet voldoen aan de toelatingseisen voor Amerika. Zeer vreemd. En dat onze ambassadeur daar in Amerika voorgesprekken begint met de Amerikanen over deze aangelegenheid. Wat wij moeten weten is dat toelating van mensen tot het grondgebied van een ander land volgens bepaalde regels moet plaatsvinden. En wanneer het gaat dus om mensen die in een oorlogssituatie zijn geweest, zoals deze mensen, die hun medewerking hebben verleend aan de Amerikanen, toen de Amerikanen daar in Afghanistan bezig waren te vechten tegen de Taliban, dan moeten we rekening houden met spanningsvelden tussen de Taliban en deze mensen. Want hoewel deze mensen dus daar in Amerika zitten, of waar dan ook, moeten we niet vergeten dat deze mensen het doelwit kunnen vormen voor de Taliban, om dus wraak te nemen voor het feit dus dat zij Amerikanen hebben geholpen tijdens de oorlog. Daar moeten we rekening mee houden. Dus eigenlijk zegt u, we kunnen in een soort van kruisvuur komen te zitten. We kunnen inderdaad, maar het punt waar het in feite om gaat is dat de voorgesprekken die begonnen zijn met onze ambassadeur daar in Amerika niet mogen worden gevoerd alvorens de president van het land, dan wel de minister van Buitenlandse Zaken, daar toestemming voor heeft gegeven. Omdat we hier te maken hebben met een diplomatieke aangelegenheid met toch wel bepaalde consequenties, internationale consequenties. Maar de minister gaat toch niet zonder toestemming zulke verregaande gesprekken je voeren? Je bedoelt dus de ambassadeur. De ambassadeur, sorry. Daar ga ik van uit. Die man die kan dus niet zonder meer beginnen met voorgesprekken, alvorens dus de minister dan wel de president daar toestemming voor heeft gegeven. Omdat het hier gaat om de mogelijkheid voor het toelaten van mensen tot jouw grondgebied. En het mag niet zo zijn dat de territoriale integriteit van een bepaald land in problemen komt. Want wanneer de mensen niet voldoen aan bepaalde eisen voor toelating, kunnen we deze mensen ook niet toelaten in Suriname. Daar moeten we rekening mee houden. Ze mogen niet worden toegelaten in Amerika, om welke reden dan ook. Maar ze mogen dan ook niet in Suriname worden toegelaten. Bovendien, Suriname verkeert nu in een zeer problematische situatie, als we dat zelf weten. Het gaat erom dat wij bezig zijn om een herordening te maken van de afspraken met IMF. Het betekent dus dat wij nog verder in een armoedige situatie zullen komen. En dat we alle zeilen moeten bijzetten om het niveau van onze economie op te krikken. En het niveau van armoede te duwen naar beneden. Zodat de mensen op een behoorlijke, menswaardige manier kunnen verder leven. Dan moeten we voorzichtig zijn om afspraken te maken met andere mogendheden. Om anderen hier in Suriname toe te laten, hoezeer we dat ook zouden willen, omdat we een hulpvaardige land zijn. Maar we merken ook in Europa en Nederland hoeveel mensen daar binnenkomen en die dus niet op een menswaardige manier hun verblijf kunnen hebben. Hè, met alle consequenties van dien. Dus daar moeten we rekening mee houden. Wie zijn deze mensen? We weten het niet. Wat is hun leeftijd? Om hoeveel mensen gaat het? Dat zijn dus allemaal zaken die je zult moeten weten. Maar de regering zal een standpunt moeten innemen met betrekking tot het toelaten van mensen die in een oorlogssituatie waren en die uit die oorlogssituatie gekomen zijn in een andere situatie. Maar die ook een spanningsveld vormen tussen de Taliban op dit moment, die ook in problemen zit en die met de Amerikanen een oorlog hebben gevoerd. En die nu in Suriname zullen zijn, waar zij dus het doelwit kunnen zijn voor aanvallen van de Taliban. Willen wij dat?
Ja, want willen wij dat? Natuurlijk. Dat is een andere zaak. Het beste is toch dat je je vingers niet hieraan gaat branden, toch? Dat zou de mogelijkheid zijn, maar diplomatiek betekent het dat je toch wel met de mensen moet gaan onderhandelen. Onderhandelen niet het juiste woord, maar meer informatie zou moeten krijgen over de aard van deze hele toestand van mensen die daar in Amerika zitten. Wat heeft gemaakt dat de mensen niet in Amerika kunnen blijven? Mm-hmm. Over hoeveel mensen gaat het? Wat is hun leeftijd? Zijn er kinderen erbij? Zijn de mensen getrouwd? Ja, al dat soort zaken, dan moet je dus weten om te kunnen bepalen of deze mensen naar Suriname zullen komen en wat ze moeten hebben om naar Suriname te komen. En waarom Amerika zegt, nou, we zoeken een ander land om deze mensen te stationeren. Dat moeten we weten. Moet zoiets eerst in DNA besproken worden of is dat niet nodig? Nee, in de eerste instantie is het een regeringsaangelegenheid, maar ik heb niet de indruk dat het een aangelegenheid is voor DNA. Hè, het gaat hier om de toelating van mensen. En daar zijn er regels voor. We hebben onze regels om mensen toe te laten. Maar hier gaat het om een specifieke groep van mensen. Mensen die in een oorlogssituatie zijn geweest. En die dus met zich meedragen die situatie waarin ze zijn geweest. Omdat ze dus leden zijn geweest van een ondersteuningsgroep van de Amerikanen. Wat zijn de consequenties voor Suriname wanneer deze mensen in Suriname worden toegelaten? Wat is de zorg die wij aan deze mensen moeten geven? En kunnen we die zorg geven gezien onze maatschappelijke, economische, monetaire situatie? Ik denk niet dat het zonder meer kan, hoor. Ja. Ik denk niet, hoewel we dat graag zouden willen. Maar wat omdat we destijds ook misschien hulp van anderen hebben gehad, I don't know. Maar wanneer je de situatie zo bekijkt, dan heeft het toch wel internationale consequenties als je niet voorzichtig bent. Ja, maar wat ook zo opmerkelijk is dat de Surinaamse nieuwssites deze informatie moeten halen uit de Amerikaanse media. Dus het is zo lastig, je vraagt je af, waarom is men niet gewoon transparant en eerst aan het thuisfront alvast de dingen uitleggen, zodat wij dan niet afhankelijk hoeven te zijn van buitenlandse kranten en buitenlandse mediahuizen. Ja, ja. Nou, we zullen, neem ik aan, deze informatie rechtstreeks krijgen vanuit het buitenland. Wanneer de Amerikanen inderdaad het verzoek hebben gedaan aan Suriname voor de toelating van deze mensen, dan neem ik aan dat via diplomatieke weg deze zaak ook naar Suriname zal komen. En dan zullen de verschillende mediahuizen daarvan kennis nemen. Maar voorlopig hebben we deze informatie via een andere weg begrepen, althans kennis genomen, waardoor we nu al bepaalde standpunten kunnen innemen. Deze materie is niet een kwestie die je alleen maar op diplomatiek niveau kunt afhandelen. Het moet op regeringsniveau worden bepaald. En dat was de eerste reactie van de heer August Boldewijn.